veel met mij bezig, man. Dat is een beetje game. Kom je mij lastigvallen? Je kan geld verdienen, chicks. Fixen met 8, 12 jaar, dik breinkels of zo. Je gaat goed als je dik nu 20 met mensen lastigvallen. Op internet, comments, Insta. Just when you thought it was over. J-Line came back to put the game in a Cobra. Yo, ze zijn zo kinderlijk. Toen ik 16 was, leek ik al 22. Of iets. Je denkt. Zet een liedje online. En morgen rijk, ze complimenteren anderen easy. Maar hebben moeite met mij, al is die niet zo goed als mij. Of is dat juist mij. Een compliment? Omdat ik zelf weet hoe goed ik rijm. Hoe goed ik grind, zoek en find. Voel de pijn, ik ben veel te bescheiden. Ook in mijn denkwijze, terwijl die boy met paar tientjes rekent zichzelf rijk op. De held van de 90's generation is zo me. Waarom al die vragen over rollies? Jullie leren de jeugd die shit. Daarna vraag je of een rollie tikt. Een fles wat duurste huur, dan ben je echt opgelicht. Boys rap zo stoer dat ze cash willen zien. Constant fuck mijn ex, volgens mij heb je gewoon liefdesverdriet. En net als die haters, wij we doen zo stoer. Van heb je geen schaamte, ja jij dan met je strakke broek. En dan tijdens Ramadan, de hele tijd Ramadan op barak roepen. Ja, ik ken jouw soort goed. Ik ken de boy van de clips, had het over de games niet eerlijk. Dus ik zei hem, je moet ergens beginnen. De boy achterin zei, ja ze gunnen niet. Een boy van clips zei, hoezo, artiesten hebben geen profijt om jou te gunnen. Maar yo, als jij een zak kleding brengt naar de moskee heb je ook geen profijt. Het is een goede daad, dat is jouw profijt. Profijt voor de profiet. En het gaat ook niet altijd om jou. De Instagram trutjes denken ook dat alles om hun draait. En de vieze opspuitlippen van ze. Iemand zeggen dat hij niet kan rappen, terwijl die overduidelijk iedereen eruit rapt. Dat is gewoon haat. En kom niet met dat onzin van je kent me niet, yo. Ik kom van de straat, maar ik weet heel goed wanneer ik tegen een pussy praat. Online haat, ja het is heel makkelijk. Maar als ik je zie, doe dan niet zo vrolijk. Processed foods, ja is ook heel makkelijk. Maar van de inhoud word je ook niet vrolijk, snap je? Je label doet al het werk, pakt al het geld. Yo, dat is logisch. Je hebt nooit moeten strijden voor die buyers met die flyers. Dat is echt grinden. Ik ben in het, maar echt. Je denkt je bent bekend en je hebt fans en dat je iemand bent. Yo, je moet het even cool houden. Be cool. De enige fan die je hebt is het apparaat die je cool houdt. Die je cool houdt. Ik ben scherp als een duif. Veel lef, big balls, jij net een druif. En de rapper die ik noemde heeft het over zielig van de ghetto. Uitzichtloos en boys komen van de bodem. Jij wilt ons daar wel houden. Als je de kans hebt, is het jouw plicht om anderen ook binnen te halen. Dat is een van de belangrijkste redenen dat je de blessing hebt gekregen. Daarom, Geert Wilders is chiller dan die rappers. Fuck hun man, kaas buitenlanders en rappers foxen.